ben ik weer. Stekkertje gevonden. Hij zat er dus niet in, maar goed. Ik was hier gebleven. Ik vond best wel heel fijn spul en ik zou bij God niet weten welke box die zaten. Want ik had er drie gehad, de Truly Yours box, de Beauty box en de Glossy box. De Truly Yours box die had ik als eerste opgegeven, want ja, ik vond hem gewoon niet meer leuk. En toen ben ik nog twee boxen gaan aanhouden. Dat was de Beauty box en de Glossy box, wat nu de Pretty box is. En ik zou niet weten, maar ik vind het een heel fijn spul. En gaf ook een stukje koelte. Dus als ik hele warme voeten had, dan gebruikte ik deze. En ja, die vond ik gewoon helemaal prima, perfect. Niks op aan te merken. Alleen ik weet niet waar je hem kan kopen. Dus I don't know. Zoals je ziet heb ik nu ook een BB cream opgemaakt. Van Somay BB cream Light 5-in-1. En er zat SPF 15 in, 50 milliliter. Ik vond het best heel fijn, alleen mijn gezicht begon wel heel erg te glimmen ervan. Dus ik heb hem wel opgemaakt, maar ik denk niet dat ik hem nog een keer zou kopen. Misschien dat het voor andere mensen wel heel erg fijn is, maar voor mij dus niet. Oké, die nu achter ziet lopen, of ziet zitten, daar. Dit is Jin. Zeg maar hallo Jin. Ja. Hey. Goed. Even gaan. Deze had ik dus opgemaakt. Vond ik best wel heel fijn. En ik heb hem gekocht. Waar had ik hem nou gekocht? Je kan hem bij de Big Bazaar krijgen. Maar je kan hem ook bij de Action krijgen. Dus ga het even kijken. Dan heb ik ook een oogcream anti-wrinkle eye cream van Eveline Cosmetics. Ik vond het een hele fijne oogcreme. Ik deed 's morgens en 's avonds. Het stond hier alleen overdag. Maar ja, 's avonds ging het ook prima. Dus die heb ik opgemaakt. Ik vond het heel fijn. Zat ook in een van die boxen. Dus ik zou bij God niet weten waar ik hem kan kopen. En hoe duur de full size is. Maar ik vond het best wel een prima oogcreme. Ik heb er nog een aantal liggen. Dus prima. Heb ik ook een Gorse Velvet Touch Foundation Primer. Heb ik opgemaakt. Deze. Ja, vond ik heel erg fijn. En bleef lang zitten. Dus prima spul. Ik heb nog heel veel primers. Dus zodoende even niet. En dan heb ik ook Venus scheermesjes opgemaakt. Ja, Holy Grail, all-time favorite mesjes. En ik krijg ook nog een paar doosjes. En dan als er weer een goede aanbieding is, dan ga ik ze weer halen. En anders hou ik ze meestal op de markt. Dan heb ik ze ook nog wel eens gezien. Dus moet je maar even kijken. Nou, dus deze conditioner, die hoorde bij de doos van de haarkleur. Die vond ik ook prima, perfect. Niks op aan te merken. En dan heb ik ook Paris Memories topcoat opgemaakt. Echt helemaal op. Kijk. Een drupje. Nou, die krijg ik er echt krijg ik het niet op. Deze ook. Het is een nagelversterker of nagelverharder van Yves Rocher toen. En ja. Gewoon niks op aan te merken. En prima spul. Het is omdat ik nog zoveel heb, anders had ik gewoon nieuwe besteld. Dus nu ben ik Manhattan aan het uitproberen. Dus ik moet zeggen dat dat me redelijk prima bevalt. Dus goed, de kat die er niet mee eens is. Jin? En dan heb ik, ga ik om verder te gaan, heb ik ook nog huishoudartikelen opgemaakt. Dus ja. Daar ga ik gewoon mee verder. Mijn all-time favorite mondwater. Wat ik
altijd perfect vindt, goed, prima, niks op aan te merken, lekker fris. Dus ja, je kunt 1 keer per dag doen, je kan 2 keer per dag doen. Dus ik doe 2 keer 's morgens en 's avonds. Prima spul. En dan heb ik ook nog een afwasmiddel van... Nou moet ik even denken. Ik geloof van de Big Bazaar. En ja, prima spul. Niks op aan te merken voor 79 cent. Goede afwasmiddel. Ik hecht daar geen waarde aan. Wat voor wasmiddel dan ook. Ja, Tref blijft nog altijd de beste. Maar ja, is niet altijd de goedkoopste. Dus... Bij deze heb ik deze opgemaakt. Ik vind hem prima, perfect. En ja. En dan hebben we ook Clay's Breeze opgemaakt. Voor de wc. Is lavendel. Ik ben best wel redelijk gek op bloemengeuren. Dus ja, roos, lavendel. Alles wat geurt vind ik gewoon lekker. Dus die. Heb ik ook Formeel Black opgemaakt van de Lidl. Prima, niks op aan te merken. Als je een paar euro kan missen, dan moet je het lekker halen. Ik ga het nu een keer een andere testen. Dus ja, prima spul. En niks op aan te merken, ruikt lekker, was goed en prima. Alleen, ik vind de fles een beetje klein. Voor... was ik dan. Deze heb ik ook altijd bij de Lidl en die vind ik prima, perfect. Gebruik ik overal voor wc, douche, was, keuken, kastjes, alles. Prima schoon, niks op aan te merken en dikke prima. En dan heb ik ook een W7 bleek opgemaakt, ook van de Lidl. Niks op aan te merken, prima. Dit is dennenappel, dennengeur en... Het is nou net af en toe als je de wc in kan. Ik deed 's morgens eigenlijk deed mijn man het 's morgens en dan als we naar ons werk gaan, dan deed hij het in de wc en dan ging de klep naar beneden en dan kon het de hele nacht intrekken. Dus ja, niks op aan te merken en wel uitkijken voor je kleding, want anders krijg je vlekken. Er zit nog een heel klein beetje in, maar ik krijg het er niet uit. En dan heb ik nog zo'n fles, dus eigenlijk 2 van deze opgemaakt. Dus ja, ik vind ze perfect, ze zijn hartstikke lekker. En als ze in aanbieding zijn, zal ik ze zo weer halen. En anders gewoon nog goedkoopst hoor. Is ook prima, ik ruik het lekker. We hebben nu 2 van de Action. En eentje roosgeur en lavendelgeur. En niks op aan te merken, vind ik prima. Sorry dat ik even moet bukken. En een Dousy wasverzachter. Ja... Het is all-time favorite. Het is net bijna een robijntje. En ja. Wat heb ik er nog op te zeggen? Ja, dat er nog in zit. En dat ik de fles niet schoongemaakt heb. So be it. En, ja. Dit was mijn opgemaakt filmpje. Als jullie nog van een aantal dingen zeg maar in review willen zien. Dan hoor ik dat graag. Zo niet, dan houdt het op. Ik zou het super leuk vinden als jullie beneden daar ergens abonneren. En ja, ik zie jullie zo meteen weer. Want ik ga straks nog een filmpje opnemen. Want ik heb